Wat is diabetes? Al 1 op de 14 Nederlanders heeft diabetes. Zonder behandeling hebben mensen met diabetes te veel suiker in hun bloed. Dat heeft te maken met de stof insuline in je lichaam. Insuline regelt de bloedsuikerspiegel. Er zijn verschillende soorten diabetes. De bekendste zijn diabetes type 1 en diabetes type 2. 1 op de 10 mensen met diabetes heeft type 1. Hierbij maakt het lichaam zelf helemaal geen insuline meer aan. Dat komt doordat het afweersysteem, per ongeluk, de cellen die insuline aanmaken, vernielt. Zonder insuline loopt de bloedsuiker gevaarlijk hoog op. Mensen met diabetes type 1 moeten een paar keer per dag insuline inspuiten of een insulinepomp dragen. Diabetes type 1 kun je op ieder moment in je leven krijgen en heeft niets te maken met je gewicht of met hoeveel je snoept. 9 op de 10 mensen met diabetes hebben type 2. Hierbij maakt het lichaam wel insuline aan, maar die werkt niet goed meer. Dit heeft verschillende oorzaken. Overgewicht, ongezonde voeding, te weinig bewegen, roken, ouderdom en erfelijke aanleg. Het aantal mensen met diabetes type 2 stijgt explosief met meer dan 1000 per week. Dat komt door onze manier van leven. We eten ongezond en we bewegen te weinig. Als je zwaarder wordt en weinig beweegt, werkt je insuline minder goed. Je lichaam kan de bloedsuiker steeds slechter verwerken. Dit kan leiden tot diabetes type 2. Mensen met diabetes type 2 krijgen meestal medicijnen, voedings- en bewegingsadviezen. Diabetes type 1 heeft dus niets te maken met of je te veel snoept of te weinig beweegt. Het risico op diabetes type 2 kun je wel verkleinen door gezond te leven. Diabetes type 1 en diabetes type 2 heten dus wel bijna hetzelfde, maar de oorzaak is heel verschillend. www.diabetesfonds.nl